Ja, ik vertwijfel. Het is 1,5 uur voor de wedstrijd tussen FC Groningen en Sparta als Jan van Dijk met zijn vrouw het Noordlie-stadion betreedt. Nou, even fijne wedstrijd. Mr. FC Groningen van Dijk is in het kader van 60 jaar Eredivisie deze middag eregast van FC Groningen. Hier box 2-10. Dank u wel. Wens u een hele fijne wedstrijd. Dank u wel. Van Dijk, die 537 officiële wedstrijden speelde voor FC Groningen, brengt eerst een bezoek aan de Arjen Robben Skybox, waar hij met veel enthousiasme wordt ontvangen. Welkom. Ik hoorde je op de radio vanmorgen dat je onderweg was. Ja, hallo. We gaan een tussenhandje rijden, hè? Ja, het is voor jou wel, hè? We gaan met oud trainer binnen. Jans. Alles goed? Goed, jongen, met jou. Jazeker. Welkom, jongen. Zeker. Hallo, welkom. Welkom. Dus. Nou. Jij gaat straks de avond dat doen ook nog? Ja, wat drinken zeker maar. Ik denk dat we hem gelijk inschieten. Stel je hem een keer voor. Zou je dat hem doen? Wil je dat hem doen? Doe mij een plezier. Ga zitten. Van Dijk was actief voor FC Groningen tussen 1975 en 1992. Hij scoorde 48 keer. De laatste keer was in 1991 tijdens zijn 500ste wedstrijd voor de FC tegen Sparta. Oh, Jan van Dijk! Ja. Zijn feestje eerst. De slagroom op de taart zuur te worden door zijn gele kaart. Maar dit is echt een slagroomtaart met verse vruchten. Het was mijn 500ste wedstrijd. Hè? En als je dan zo'n goal kan maken, dat is geweldig. Ik had nooit zo'n goal gemaakt, dus dat was dubbel mooi. Ja. Is het mooi om dat nog steeds terug te zien? Ja, ik heb de beelden ook nog thuis. Dus ik kijk regelmatig nog even, laat ik de kleinkinderen zien. Dus dat zijn hele mooie momenten. Alles goed met jou? Ja, jongen. Ja? Ja, jongen. Met jou? Zeker. Goed zo. Is mijn vrouw? Hoi. Hoi. Erik, aangenaam. Hoi. 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 Jij schoort over hoe laat. Ze beginnen om 2:30. Wij worden om 2:15 verwacht. Ja, sorry. Ik neem aan dat niks. We wel opgeroepen worden. Ja, via de omroepinstallatie of zo. Ja, dat denk ik. Zeker zo. Speel jij hem vooruit? Tegenwoordig mag hij in één keer terug. Hè? Nee, ik heb de mensen hier beloofd dat ik hem in één keer over die keeper van jou heen schiet. Ja, dat wilde ik. Samen met Sparta-icoon Aad Andriessen zal Jan van Dijk straks de aftrap verrichten van FC Groningen Sparta. Ik heb natuurlijk alles meegemaakt bij deze club. Hè. Ik kwam en toen waren ze ook net gedegradeerd. En ja, die hele club die was een beetje op zijn kont. Want ik speelde in het Oosterpark voor 2000 mensen, dus dat stelde allemaal niks voor. En met de komst van Theo Verlangen destijds is daar gewoon een stap gezet weer naar een hele mooie toekomst. En ik heb geweldige jaren gehad, hè? De promotie als speler meegemaakt. Nou, later de Europa Cup wedstrijden natuurlijk, unieke momenten. De Wolf. Bereikt Eikelkamp. Goed, die bal stilgelegd. Van Dijk, een kans. En het is 1-1. Hele knappe actie van Eikelkamp met name. En mooi ingeschoten door Jan van Dijk. Vriend, alles goed? Ja. Dat is snel, hè? Ik heb als trainer zelf ook een promotie meegemaakt. Ja. Ja, dat zijn de mooiste momenten van Groningen geweest. Dit is Johansson, kort naar rust. Via de voet van Krans, de Duitser van Emmen, scoort de Zweed Johansson voor Groningen. En natuurlijk ook feestvreugde in de Veemarkthal in Groningen. En ook in Emmen. Fantastisch werk. Magnus Johansson, een beetje geluk, maar toch, het gaat erom dat die bal erin vliegt. Ja, er zou maar wat in de weg zitten. Een veldje of zo. Ja, dat kan gewoon, hè? Ja, dat wist je misschien. Als jij er een boer als je moet voor de camera. Ja, weet je erop. Dat scheelt weer. Ja, dan ben je hier als clubicoon. Hoe is dat om clubicoon van FC Groningen genoemd te worden? Ja, daar ben ik gewoon heel trots op. Kijk, ik heb 539 wedstrijden voor deze club gespeeld. Ik ben 25 jaar in dienst geweest bij de club. Dus ja, daar ben ik gewoon hartstikke trots op. En dat haalt ook niemand meer in. Hè? Want tegenwoordig zijn de voetballers een paar jaar en dan zijn ze weer weg. En daar hebben ze ook gelijk in, want het had even allemaal met geld te maken. Maar in onze tijd was dat niet. Ja, dan was het clubgevoel stond bovenaan. Nou, ik ben natuurlijk een absolute Groninger, een FC Groningen man. Dat zal altijd zo blijven. Dat blijft altijd zo, ja. Jullie willen de aftrap doen, hè? Ja, dat moet er. Ja, moet er. Tik hem maar naar mij. Ja? Tik hem maar naar mij.
Tik jij maar naar mij. Ja. Succes jongen. Dankjewel jongen. Ja, dat is wel leuk om een keer op het veld te staan hier, want ik heb nooit op het veld gestaan hier. Ja, dat is leuk. Kijk, het is heel veel mensen die je waarschijnlijk nog kennen van vroeger. En dat is wel even leuk om dat te doen.